Het lichtteam. Vandaag ga ik spreken over het lichtteam. Ja. En het is echt een team. God heeft een lichtteam. Wij moeten ons ervan bewust zijn in welk team wij zijn gekomen als wederom geboren gelovigen. Als wederom geboren mensen. Ja. De sleutel is kennis. En dan kennis toepassen. Je kunt een christen zijn en toch het doel missen. Je moet begrijpen wat God gedaan heeft in je leven. En je moet begrijpen wat God van je verwacht. Nou, als christen ben je in een lichtteam terechtgekomen. We hebben gesproken over powerteam. We hebben gesproken over geloofsteam. We hebben gesproken over liefdeteam. En eigenlijk alles is onder dit team te brengen. Het is ook een team zonder zorgen. Want de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn nooit bezorgd. Als jij in dat team zit, hoef je ook niet bezorgd te zijn, mits je met het team samenwerkt. Kan ik amen horen? Want een team helpt elkaar. Als God tegen jou zegt, wees in geen ding bezorgd, dan verwacht hij van jou als een teamplayer, als een deelgenoot van het team, dat je niet bezorgd bent, want dat zijn de regels in het team. Elk team heeft regels. Logisch. Zit in een voetbalteam, er zijn regels. En je kunt pas succesvol zijn als je volgens de regels speelt. Daarom zegt Paulus ook, ik ga volgens de regels. Lees het maar in de Bijbel. Paulus zegt, ik ga volgens de regels van God. Ik ga mijn boekje niet te buiten. Moet je niet doen. Je moet binnen de ruimte blijven die God je geeft. En dat is ruim genoeg. Dus elk team heeft regels. Ja. En als wederom geboren gelovige moet je bewust zijn wat er gaande is in je leven. Je moet je bewust zijn wat God in je leven gedaan heeft. Je moet je bewust zijn wat je potentie is. En wat je allemaal kan, want God heeft jouw geloof nodig. Dus wij moeten ons ervan bewust zijn in welk team we zijn gekomen als wederom geboren mensen. Als mensen die opnieuw geboren zijn. En ik heb het meer gezegd, wat uit een dier geboren wordt is dier. Wat uit een mens geboren wordt is mens. Ik zit naar mensen hier te kijken, want je bent uit mensen geboren. Als je zou opstaan en zeggen ik ben geen mens, dan zeggen we, hey, hou op man. Kijk naar ons, zo ben jij ook. En je bent uit mensen geboren, dus je bent mens. Maar als je uit God geboren bent, dan ben je ook goddelijk, zegt de Bijbel. De Bijbel zegt dat. Je hebt Gods natuur gekregen. Dat is wat Jezus had. Jezus was mens en hij had de natuur van de mens en hij was God. En wij zijn geen God als Jezus, tenminste we zijn geen God als God de Vader, maar we zijn wel goddelijk gemaakt. Kan ik amen horen? Lees het in de Bijbel, 2 Petrus 1 vers 4 zegt, je hebt deel gekregen aan de goddelijke natuur. Jezus is Jezus, we zijn Jezus niet, de Vader is de Vader, we zijn de Vader niet, de Heilige Geest is de Heilige Geest, we zijn de Heilige Geest niet, maar we zijn wel uit God geboren met goddelijke natuur binnenin ons. Kan ik een goede amen horen? Je hoeft niet bang om amen hierop te zeggen. Dat is je positie. Dat is wat God je gegeven heeft. En als je het niet gelooft, gaat het nooit voor je werken. Want geloof werkt, maar ongeloof werkt ook. Geloof werkt en ongeloof werkt ook. En je moet begrijpen dat Gods natuur binnenin je zit. Je bent in een team gekomen, in een goddelijk team ben je gekomen. Luister. Het is Gods origineel plan dat wij in zijn team zouden functioneren. Dus voordat mensen er waren, had God een origineel plan om mensen in zijn team te hebben. En dat lees je in Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Daar heb je het weer. Zie je? Wij moeten begrijpen hoe God naar ons kijkt. En wat God voor ons gedaan heeft door Jezus Christus. Het eerste mensenpaar, Adam en Eva, waren geschapen naar Gods beeld. Help me preken vandaag, kan ik een amen horen? Het eerste mensenpaar, Adam en Eva, waren geschapen naar Gods beeld. Ze hebben het gemist door ongeloof.
Ze zijn in zonde gevallen en hebben een andere natuur gekregen. Ze hebben een natuur gekregen wat dingen kapot maakt en vernietigt. En dat zie je wereldwijd vandaag de dag. Maar als je bekeert en je geeft je leven aan Jezus, dan word je weer een nieuw mens en krijg je Gods natuur binnen in jou. Dat doe jij niet, dat geeft God aan jou. Is dit mooi of niet? Dus je krijgt Gods natuur, maar wat belangrijk is, is om erin te gaan geloven. Want wat was Adam en Eva hun probleem? Ongeloof. Luister je vandaag? Adam en Eva hun probleem was ongeloof. Ze hadden Gods natuur, ze hadden Gods DNA, ze waren geschapen naar Gods beeld, maar ze hebben het niet geloofd. En ze zijn in problemen gekomen. Nu, jij en ik zijn wederom geboren. Als je hart aan Jezus hebt gegeven, ben je wederom geboren. En God zegt, nu heb ik je mijn natuur opnieuw gegeven. Hey, kan ik een goeie amen horen, mensen? God zegt, je bent nu wederom geboren, je hebt Jezus aangenomen, je hebt nou mijn natuur gekregen. En dat moet je gaan geloven. Want Adam en Eva hebben het niet geloofd en kijk wat er gebeurd is. Als jij en ik het niet geloven, krijg je ook problemen, want je hebt Gods natuur nodig en je hebt geloof erin nodig om de problemen in het leven te overwinnen. Is mooi dit, hè? En ik snap dat sommige mensen moeite hiermee hebben, maar het staat in de Bijbel. Ja, de Bijbel zegt, Jezus is onze oudste broer. Woehoe! De Bijbel zegt, Jezus is je oudste broer. Dat kan alleen omdat God ons vader is. De Bijbel zegt, Jezus is je oudste broer. Dus wat doe je moeilijk? Ja, hij is de zoon van God en jij bent een zoon van God als je bekeert hebt. We moeten gaan begrijpen wat er aan de hand is met christen zijn. Anders kan je niet de kracht van God en de liefde van God demonstreren. Je moet begrijpen wat voor een team je zit. Je zit in een goddelijk team. En dit moet tot je doordringen. Hierover moet je gaan mediteren. Hoeveel hier kunnen zeggen, God is mijn vader? Weet je wat je zegt? Als je zegt dat God je vader is, zeg je, ik heb zijn natuur. Ik kan echt niet zomaar zeggen, iemand is mijn vader. Dan moet die persoon echt de verwekker geweest zijn, om het een beetje zwart-wit te zeggen. Nu, wij noemen God onze vader. Als je je bekeerd hebt tot de Heer Jezus, dan is God je vader geworden. Dan houdt dat in dat zijn natuur binnenin je zit. Het probleem is dat heel wat christenen niet geloven wat ze zijn. Ja. Dus je blijft in je mens zijn. We zijn menselijk en we hebben Gods natuur. En je moet leren om Gods natuur in jou te gebruiken om je mens zijn krachtig te beïnvloeden. Dit is diepe wijsheid, hè? Ik heb Gods natuur doordat ik mij bekeerd heb tot de Heer Jezus Christus. Ik ben Gods kind geworden, het staat in de Bijbel. Gods DNA zit in mij, ik ben een nieuw mens geworden, een nieuwe schepping. Maar ik ben ook mens, want ik ben uit mijn ouders geboren. En dat deel van je mens zijn heeft zwakheden, heeft allerlei problemen. En jij moet leren om de goddelijke kant te geloven, zodat de menselijke kant versterkt wordt en geholpen wordt om te overwinnen. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Jezus was mens en God. En hij heeft zijn God zijn door de Heilige Geest gebruikt om zijn mens zijn te laten schijnen. Is interessant, hè? Daarom deed hij wonderen, deed hij tekenen. Dat komt omdat hij meer vertrouwde op de Geest van God in hem, zijn goddelijke kant, om het onmogelijke mogelijk te maken in de menselijke kant. Ah, dit is zo mooi, zeg. Sela. Sela betekent stop en denk na. Oké, dus het is Gods originele plan dat wij in zijn team zouden functioneren. Hier heb je geloof voor nodig. Je mag het opschrijven. Je hebt geloof nodig om in het team van God te functioneren. Je hebt geloof daarvoor nodig. Ja. Hier heb je geloof voor nodig. Adam en Eva hebben hun plek verloren door ongeloof. Dus hier zien wij dat geloof werkt en ongeloof werkt.
Zolang Adam en Eva geloofden dat ze echt Gods partners waren, hadden ze overwinning. Toen ze dat niet meer geloofden en in ongeloof kwamen, hadden ze nederlaag. Geloof werkt en ongeloof werkt ook. Dat is het thema van dit jaar. Bij de Doorbraakconferentie hebben we hierover gesproken. Geloof werkt en ongeloof werkt ook. Dus kies maar welke kant je opgaat als christen. Als jij zegt, ik geloof niet dat ik in het team van God ben, oké, dan zal het voor jou niet werken. Want ongeloof werkt. Maar als je zegt, ik ben in het team van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en ik, we zijn een team, we noemen het de vier-eenheid. De drie-eenheid is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De vier-eenheid is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en zijn gemeente. Oehoe, dit is Bijbels. Er zijn heel wat teksten die dit uitleggen. Dus je moet gaan geloven, ik ben in de vier-eenheid, ik ben in een unbeatable team. Ik ben in een unbeatable team. Ik ben in een team waar ik me geen zorgen hoef te maken. Ik ben in een team waar vrede is. Ik ben in een team waar rust is, waar power is. Ik ben in een team waar alle dingen mogelijk zijn. Ik ben in een team carefree. Carefree, zorgvrij. Ja, je hoeft niet bezorgd te zijn. God zegt dat. Je draagt wel zorg voor wat je moet doen, maar je hoeft niet bezorgd te zijn, want de regels in dit team is, wees in geen ding bezorgd. Dus als jij de hele tijd bezorgd bent, werk je team tegen. Hoeveel weten dat als een keeper uit zijn doel wegrent naar het middenveld, dat hij zijn hele team in problemen brengt? De keeper hoort bij het doel te zijn. En als de keeper iedere keer meer op het middenveld is, zegt heel de wereld, wat doet deze man nou? Het grootste gedeelte van de wedstrijd zie je de keeper in het doel. Daar hoort hij. En hij heeft zijn speelruimte. Nu, zolang hij dat doet, versterkt hij zijn team en werkt hij mee met zijn club en zijn team. Nou, in het geestelijk is het precies hetzelfde. Als jij je bezorgd loopt te maken de hele tijd, zit je meer op het veld als keeper. In plaats van in het doel te zijn. Ik hoop dat ik iets duidelijk maak. Je maakt je bezorgd om dit, bezorgd om dat, bezorgd om zus. Je blokkeert God. Je gaat tegen het team in. Maar door te zeggen, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik geef je mijn zorgen, werk je mee met het team en kan je scoren. Kunnen we God glorie geven, mensen. Wauw. Wees in geen ding bezorgd. Dus je hebt geloof nodig om in het lichtteam van God te functioneren. En ik zal je dat laten zien. We gaan naar 1 Johannes 1 vers 5. De vertalers hebben daarboven gezet de wandel in het licht. De wandel in het licht. Dus Bijbelvertalers hebben gezien dat jij en ik in het licht kunnen wandelen. Dat je kan functioneren in het team van God. Wauw, het staat er hier. Als je een grotere Bijbel hebt, ja, en met grotere Bijbel bedoel ik qua omvang, dan staat er echt daarboven de wandel in het licht. En 1 Johannes 1 vers 5 zegt, en dit is de verkondiging die wij van Jezus gehoord hebben. Hem staat hier voor Jezus. Dit is de verkondiging die wij van Jezus gehoord hebben en u verkondigen. Dus Jezus Christus heeft deze boodschap gepreekt. En Jezus heeft deze boodschap aan zijn apostelen en discipelen gegeven. En heeft deze boodschap aan jou en aan mij gegeven, want hij zegt ook tegen ons, ga heen in de gehele wereld en vertel de goede boodschap die ik je gegeven heb. Hij zegt, jij zal mijn getuige zijn. Dus jij en ik vallen ook onder dit hoofdstuk. Tof dat je hebt gekeken naar onze video. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en klik snel op het belletje, zodat je updates ontvangt voor de eerstvolgende video.